Hooggeëerd publiek, welkom bij een nieuwe aflevering over het 48 Hour Film Project in Rotterdam. Het lijkt tegenwoordig wel alsof steeds meer mensen minder vlees gaan eten. En dat is natuurlijk een mooi thema voor een maatschappijkritische film. We gaan kijken naar de eerste film van vandaag, You Are What You Eat. What's my choice? At least I'm trying. As if any of this is going to work. This man made me. You will like it. I don't want you to be meat. To become a fucking humanitarian? You have a choice. I can't believe you. Hamburger? Chicken? Have you made a decision? Yes, triple M burger, please. The chicken. Are you aware that this might take you over the limit? I am. I can't believe you. Sorry you feel that way. You're addicted. I tried to stop, but there's nothing like it. What did you expect? Nobody said it was easy. But I'm done pretending. You're better than this. Stop. A hamburger? Chicken? You have a choice. Oh, really? What's my choice? To become a fucking humanitarian? So I can act all holy, like everyone else? Like you? This man made meat. It will grow on you. At least I'm doing my part. Think of what it might do to you. As if any of this is going to work. Negative. Dat was You Are What You Eat, een film over het eten van mensenvlees. De volgende film is gemaakt door Team Volle Maan, een vaste deelnemer aan het 48 Hour Film Project Rotterdam en een team dat ieder jaar weer verrast met bijzondere onderwerpen en verhalen. Dit keer duiken we in het rosse verleden van de stad Rotterdam. De film heet Kaaierat. Ooh.
Nou, hoezo? Ja, hoezo nou dan? Hoezo? Stap gewoon in. Ga gewoon. Mee. Je gaat wel met mij mee. Koop, ja? Hoezo? Ik zoek de penningmeester. Wat moet je van die klootzak? De penningmeester is er voor problemen, toch? Dat weet iedereen. Daar ben jij toch nog veel te jong voor? Echt niet? Echt wel? Je hebt nog niet eens titel of zo. Laat me eens kijken. Oh! Oh! Gewoon plat. Het is gewoon helemaal plat. Ja. Wat sta je er nou nog? Oprotten! Okay. Door jou ben ik naar de kloten nu. Wat is jouw probleem? Ik zoek een slaapplek. Dat gaat niet zo makkelijk. Dat maak ik zelf wel uit. Hoe oud ben jij? Oud genoeg. Dat zei ik ook toen ik zo oud was. Hè? Daar gaat je penningmeester. Was dat hem? Hé, hey, wacht! Even kijken. Je gaat hier rechtdoor. En daarna ga je naar rechts. En dan daar bij de oranje containers. Hier. Oh, en doe hem vooral de groeten van deze kuthoer. Bent u de penningmeester? U moet een groet hebben van die kuthoer. En wie ben jij dan wel? Ik wil hier slapen vannacht. En bij wie hoort deze kleine Kaira? Kaira? Als ik je moeder was? Ja, maar je bent mijn moeder niet. Nee, maar ik ben wel oud genoeg om je moeder te zijn. Ik ben zo jong. En het is hier geen hotel. Je lijkt mijn vader en wel. En vaders hebben altijd gelijk. Irritant. Ik kan niks voor jou doen. Wat? Maar u bent toch de penningmeester? Ik heb een probleem. Drugs? Zwanger? Justitie? Weggelopen. Dan ben je hier aan het verkeerde adres. Maar mijn moeder, die is weggelopen, hè? Gewoon weg. En mijn vader is gewoon heel irritant. En het is gewoon heel irritant dat hij altijd maar nooit wil dat hij mij gelukkig maakt. Ik kan jou niet helpen. Dus je helpt die kuthoer wel en mij niet. Die kuthoer is mijn dochter. En zonder mij is ze nergens. Je moet haar geen geld geven. Dat kan ik niet. Niemand zei dat het makkelijk was. Dat zegt mijn vader altijd. Ik breng je naar huis. Al merk je het niet zo, je vader is echt erg blij met je. Dat zijn alle vaders. Ze is weggelopen. Ik breng haar thuis. Ik wou dat iemand mijn dochter had thuisgebracht. Bedankt.
laatste keer. Soms wordt het 48 Hour Film Project gebruikt om een belangrijk statement te maken. En dat geldt zeker voor de inzending van Wouter Springer en Jenny Nette. Zij kijken kritisch naar hoe de mens momenteel omgaat met de aardbol. En de vertaling daarvan zie je in de film Ben jij een mens? Ik neem de situatie serieus, dat is waarom ik geen gesprek. Ik begrijp jullie niet. Jullie praten zo moeilijk over makkelijke onderwerpen. Ben jij een mens? Slok je meid? Oh, nee. Ik ben nog veel te jong voor alcohol, maar bedankt voor het offer. Het is een lokale specialiteit hoor, maar ja god, als je dan toch op reis bent. Hey, Carl, kan jij mij vertellen over het leven hier? Jeetje, het zijn de diepte in. Ik heb net een bestuursvergadering achter de rug. Kijk, ik wist wel dat je zou komen, maar dat nu al de nood aan de man is, wist ik niet. En ik geniet nog steeds waar het kan, zoals je ziet. Maar mijn leefgebied... Tja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. En wat moet er volgens jou gebeuren? Ik praat dus met Jackie. Onze secretaris van onze filantropische instelling. Ik maak slechts vertaalslagen vanuit bestuursbeleid naar een financieel overzicht. Alles staat met elkaar in verbinding en heeft verband met elkaar. Heb je alles? Ja. En hij? Oh, zij heet Dakota en zij is de wijze van ons twee. Zij heeft veel meer meegemaakt dan jij, hoor. Oh, ik moet rennen voor een belangrijke meeting zo. Doei. Sigaret en waarom roken jullie allemaal? Hebben jullie vergeten wat een voorbeeld is? Luister meid, de situatie is al erg genoeg. Dus ik heb iets nodig om hersenen te verzetten. Jullie zijn net zoals... de mensen? En jij wil mij wijzen op een peukje en een borrel. Ik probeer de situatie te veranderen. Als een 11-jarige tegen de grote mensheid. Ik geloof in mijzelf. En jullie moeten dat ook doen. Wat ga je nu nog doen dan? Mijn agenda afwerken. Ik wil nog met Cheng nog spreken. Maak je borst maar nat. En denk ondertussen ook hoe jullie... Nee, laat maar. De mensen moest ik oplossen. Ik kan deze dieren echt niet kwalijk nemen. Echt niet. Ben jij Lily? Ja, Ni Hao Cheng. Je bent laat. Nou, de tijd is altijd sneller dan ik. Dat is de cultuur hier, hè? Het maakt het niet minder dringend. Niemand zei dat het makkelijk was. Jouw missie. Vechten voor een schonere wereld. Door mensen minder plastic te laten gebruiken. Ik
voel mij zo'n wijsneus. Nee, de anderen zijn dom. Nog dommer dan dieren. Bananen, die eten elkaar op, maar zijn tevreden als wij genoeg hebben. Maar wat kan ik doen? Ik ben zo klein en mensheid is zo groot. Wat kan ik doen? Ik ben 11. Laat ze inzien dat het ook in hun belang is. Hoe? Dacht jij dat Karel en Jackie echt rookten? Wat? Lily, ik wist dat je dit ging doen. Dus ik heb ze gezegd, een beetje menselijk, idioot gedrag, na te doen. En? Dus? Maar? Jullie mensen zijn meester in manipulatie. Gebruik daar tegen ze. Oh, sorry Cheng, ik moet deze opnemen. Jullie begrepen elkaar weer? Een soort van... Je hebt gekeken naar de film Ben jij een mens? En we zijn alweer aangekomen bij de laatste film voor vandaag. En ik kan wel zeggen dat deze film de meest Rotterdamse film van het jaar is. Hij heeft dan ook de prijs gewonnen voor Best Use of Rotterdam. We gaan kijken naar Taxi. Hey, achterlijk! Geef eens even gas, joh! Meneer, ik vind dat u een beetje hard rijdt. Ik dacht dat jij snel naar New York moest. Ja, wel veilig. Ik kan toch niet rijden? Moet je nou kijken, joh. Die heeft zijn rijbewijs bij een rol beschuit gekregen. Ja, jij maar lekker. Hé. Hey. Hotel New York. Dat is 20 euro's. 20 euro? Meneer, dit was een rit van 5 minuten. 5 minuten? Het voelt wel een half uur, man. Yes. Stap er nog uit of waar je blijven logeren? Hij pikt weer. Waarom heb ik altijd die oude plezierboot, hè? Maakt niet uit. Ik haal die graftak wel op. Maar wel netjes, hè? Tuurlijk. Ruim de boel wel een beetje op. Uit de brand! Niet te geloven. Mevrouw Gerritsen? Zegt u maar Karin hoor. Wat fijn dat u er bent. U heeft even moeten wachten, hè? Dat spijt me. Ja, maar ik ben wel blij dat u er nog bent. Ja, Zal ik die alvast even inladen, mevrouw? Dank u. Ja. Oh, dat gaat wel hoor. Ja? Ja, ja. Gaat wel. Zo, mevrouwtje, wat zijn de coördinaten? De coördinaten? Ja, waar gaan we naartoe? Ik zou zeggen, rijdt u maar gewoon een stukje. Er zijn nog zoveel mooie plekjes die ik graag wil zien. Oh nee, daar heb je weer geen. Tuurlijk, dat is goed, joh. Hm? U zegt, wij draaien. Zoek mij maar plekken uit. Heb je wel knaakjes bij je? Nou, als ik iets in het leven geleerd heb, dan is het wel dat alles een prijs heeft.
Oké, mevrouw de penningmeester, here we go, here we go. Als ik niets hoor, dan ga ik rechtdoor, mevrouw Gerritsen. Karin. Ga daar maar naar links. Die kant op weet ik een mooi plekje. Je bent de baas. Niet om het een of ander, Karin, maar het metertje loopt natuurlijk wel door, hè? Mooi, hè? Dit is heel mooi. Mijn man was ook altijd zo gehaast. Was. Ik heb eigenlijk al een hele tijd geen meisje meer. Ja, het kan aan mij liggen. Maar niemand zei dat het makkelijk was. Maar dan moet ik zeggen, ik mis het eigenlijk niet, hoor. Stom wijf. Oké, Karin. Waar gaan we nou heen? Jij mag kiezen. Nee, het is tijd om te gaan. Oké. Naar huis? Naar het hospice. Het hospice? Godverdomme. Dat is toch bij... Ga maar rijden, ik zeg wel rechts en links. Wat krijg je van me, Henk? Nee, helemaal niks. Nee, dat is van mij. Houdt u de centjes maar, mevrouw de penningmeester. Alsjeblieft. Dankjewel. Dag, Henk. Dag. Moet jij eens even heel goed luisteren, pisvlek. Ik ben er helemaal klaar mee, ja? Op zouten nou. Tot zover de film Taxi met Joris Luts. Wat een mooie inzending om mee af te sluiten vandaag. Mocht je nou nog steeds niet genoeg hebben van alle films, volgende week kun je weer naar een aflevering kijken. En in die aflevering laten we weer 4 films zien die gemaakt zijn bij het Voordeerdouwer Filmproject Rotterdam. Onder andere De Winnaar. Graag tot dan!